Het personeel van Huize Asiana en de Esther Stichting heeft de werkzaamheden vandaag hervat. SASAVO-minister Uraiki Tramsaran heeft de bonden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitbetaling van de vervoerskostenvergoeding. Voor wat betreft de vervoerstoelagen voor het personeel dat onregelmatige werkzaamheden verricht, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken een oplossing moeten brengen.